De prostaatkankerstichting Suriname PKSS heeft vandaag de deur van haar nieuw kantoor voor het publiek geopend. Het kantoor is gevestigd in het gebouw van de buitensociëteit Het Park aan de Grote Combiweg. De PKKS is een patiëntenorganisatie die als doel heeft prostaatkanker uit de taboesfeer te halen. De bewustwording over deze vorm van kanker onder mannen vanaf 40 jaar te bevorderen. Voorts biedt zij hulp en ondersteuning aan mannen met prostaatkanker en hun naasten. De stichting zal dit doen door het houden van lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en het beschikbaar stellen van informatiemateriaal. De voorzitter van het bestuur van de PKSS is Just Warning. De overige leden zijn Frans Eersteling, secretaris, Michel Boetius, penningmeester, Robbie Granoost, commissaris lotgenoten, Johan Rozer, commissaris counseling en Roy Jongevat, commissaris mediazaken.